terug bij Nox Spellenzolder en dit keer wil ik met jullie gaan kijken naar Edo, uitgegeven door Queen Games. Dit is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer een uurtje mee zoet bent. En in dit spel kruipt iedere speler in de huid van een daimyo en gaat de shogun dienen die zich gevestigd heeft in Edo. Het Edo kennen wij tegenwoordig onder de naam Tokio. Wij proberen machtspunten te verzamelen door pakhuizen te bouwen, door lucratief te handelen en door samurais op het bord te hebben aan het einde van het spel. Degene die de meeste machtspunten weet te verzamelen, wordt de winnaar van Edo. Laten we snel maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Louise en Stefan Malt en wij krijgen de spelregels in verschillende talen, waaronder ook het Nederlands. En zoals we van Queen Games gewend zijn, zijn ze lekker overzichtelijk en in dit geval stellen ze niet zo heel veel voor. Een overzichtskaartje van de verschillende acties die je kunt doen. Het speelbord zelf. Het speelbord is dubbelzijdig, afhankelijk van de hoeveelheid spelers. Met in het midden Edo en de verschillende steden eromheen en de locaties waar wij goederen vandaan kunnen halen. Puntenspoor en dan hebben we nog wat ruimte voor de markt en andere kleine dingetjes. Verder krijgen wij voor elke speler in zijn of haar kleur de pakhuizen en de samurais. We krijgen deze speciale bordjes waarin wij de tegels gaan plaatsen. Waarmee we gaan spelen. Dat zijn deze tegels voor iedere speler. Ook een setje in zijn of haar kleur. Dit soort fiches zijn voor de productie en de overwinningspunten van de verschillende locaties. Bonus tegels die we kunnen krijgen. En diverse goederen, steen, hout en rijst die wij gaan verzamelen tijdens het spel. En natuurlijk nog het geld, de munten. Dat is wat we krijgen. Laten we gelijk maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb even voor een voorbeeld gekozen met 4 spelers, waarbij ik maar 1 speler opgezet heb. Je kiest de juiste zijde van het bord. 4 spelers betekent de zijde met de 4 mannetjes afgebeeld. Rondom het bord leg je het geld, de rio's, rijst, steen en hout, de vestingen, de ambtenaren die we kunnen inhuren. En we leggen hier onderin de markt. Je pakt gewoon alle markttegeltjes, die schud je. 1 leg je op de huidige markt en 1 draai je open om aan te geven dat dat de toekomstige markt is. Bovenaan het bord schud je de speciale tegels, draai je er 5 van open om het huidige aanbod te vormen. En iedere speler krijgt in zijn of haar kleur dit bijzondere bordje. De 3 starttegels herkenbaar aan de stip in het midden in de kleur van de speler. 5 samurais, 7 hutjes, 1 handelskantoor, 3 balen rijst en 20 rio. En ook nog een overzichtskaartje. En iemand wordt de startspeler, die krijgt deze witte samurai en de handelaar. Nou, daar kom ik zo meteen op terug. En dan leggen we in het midden van het spel even 5 pakketten klaar. Die pakketten staan gewoon weergegeven in de spelregels bij het opzetten. Hou er rekening mee, er is een vertalingsfout ingeslopen op dit blad. We gaan allemaal 1 van deze pakketten pakken en we gaan allemaal 1 samurai in een stad plaatsen met een eerste huisje. Bij de Nederlandse regels staat dat dat begint bij de startspeler. Dat is incorrect, het begint bij de speler rechts van de startspeler. En gaat dan tegen de klok in tot we weer bij de startspeler komen en dan gaan ze de tweede optie kiezen. Kies je ofwel een pakket, ofwel je plaatst een samurai en een huisje. En de tweede keer dat je aan de beurt bent moet je dus het andere kiezen. Dus heb je een pakket gekozen, moet je de samurai een huisje plaatsen. Heb je een samurai huisje geplaatst, moet je pakket kiezen. Voordat we dat gaan doen, worden er 3 locaties dichtgegooid. 1 rijstlocatie, 1 boslocatie en 1 steengroeven. De spelers overleggen onderling welke locaties ze dichtgooien. Daarna moeten ze de steden nog van punten voorzien. Daarvoor gebruik je wederom de fiches met 4 mannetjes erop afgebeeld. Een rood fiche willekeurig voor de stad Edo. En dan hebben we de groene fiches voor de overige steden. Ook hierbij, bij een 4-spelerspel, doet 1 van de steden niet mee. Bepaal met elkaar welke stad dat is. En in de overige steden leg je een fiche neer. Ik ben de startspeler, dus de speler rechts van mij begint. Die kiest ofwel 1 van de pakketten, ofwel plaatst zijn samurai en een hutje in 1 van de steden.
Als je een hutje plaatst in een stad, je ziet overal een pijltje. Dan begin je bij dat vakje en dan met de klok mee worden de huisjes geplaatst. En bij deze eerste voorbereidingsfase mag in elke stad maar één speler komen te liggen. De pakketten die niet gekozen worden, vier spelerspellen, staat er maar eentje, die gaan gewoon weer terug naar de algemene voorraad. En de stad die je kiest in deze ronde mag niet Edo zijn, dus je mag niet gelijk in de hoofdstad gaan liggen. Dan moet de startspeler de handelaar nog plaatsen op een van deze drie vloedvelden. Even kijken, ik ben rood, dus ik wil de handelaar een beetje bij mij in de buurt hebben. Want om te handelen moet ik daar naartoe lopen of moet ik hem naar mij toe bewegen. En dan heb je het spel opgezet en ben je klaar om te gaan spelen. Het doel van het spel is overwinningspunten te krijgen. Zodra er in een ronde iemand is met 12 of meer overwinningspunten, dan stopt het spel. De lopende ronde wordt uitgespeeld en dan gaan we kijken wie de meeste punten heeft weten te verzamelen. Punten krijg je door een huisje te plaatsen, dat is 1 punt waard. Het handelshuis is 2 punten waard. Vestigingen die je bouwt zijn 3 punten waard. Je kunt punten krijgen door te handelen met de handelaar. 7 hout levert je een punt op. En aan het einde van het spel is elke samurai die je nog op het bord hebt staan ook 1 punt waard. En tot slot elke 50 Ryo die je aan het einde van het spel hebt, die zijn ook nog 1 punt waard. De meeste punten wint het. Maar laten we gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes en een ronde bestaat uit 4 fases. De eerste fase is het in het geheim plannen van je acties. Daarvoor heb je dit bordje, deze tegels en jouw samurais. Eigenlijk ambtenaren. Zolang ze bij je staan zijn het ambtenaren en op het bord worden het samurais. De acties die je kunt doen staan afgebeeld op deze actietegels en je kunt van elke actietegel maar 1 van deze acties kiezen. Daarnaast staat er bij hoeveel samurai en ambtenaren je nodig hebt om de actie uit te kunnen voeren. En laten we die acties gewoon eens eventjes bekijken. Deze actie betekent dat je 5 Ryo krijgt voor elke ambtenaar die je erbij gezet hebt. Deze krijg je een baal rijst voor elke ambtenaar. Hier mag je een hoeveelheid hout pakken. Maar daarvoor moet je een ambtenaar plaatsen en een samurai op een houtveld. Daar komen we zo meteen bij. En dan bepaalt het houtveld hoeveel hout je krijgt. Per ambtenaar mag je 1 samurai laten oogsten. Daar kom ik zo meteen ook op terug. En hierbij mag je een huisje, een handelshuis of een vesting bouwen. Je moet 2 ambtenaren plaatsen bij dit actieveld en 1 samurai hebben op de locatie waar je wil bouwen. Voor 5 mag je een nieuwe actietegel kopen van bovenaan het bord. Je ziet 1 ambtenaar, dus actie mag je maar 1 keer doen. Hierbij mag je gaan handelen met de handelaar. Daarvoor heb je weer een ambtenaar nodig om de actie uit te voeren en een samurai die bij de handelaar staat. Maximaal 2 keer. Hier kunnen wij dus weer rijst oogsten, net zoals het hout hakken. Ik zal het zo uitleggen hoe dat gaat. Een nieuwe samurai in het spel brengen of 2 samurais verplaatsen. Samurais komen in het spel op een veld met zo'n Chinese poort. En dat zijn deze velden hier rondom het bord. En de laatste tegel, en deze tegels hebben alle spelers, dus zijn voor iedereen gelijk. Hierbij mag je 1 keer een baal rijst inleveren om een nieuwe ambtenaar aan te trekken. Dat zijn die kleurloze ambtenaartjes die hier liggen. En dan heb je dus meer ambtenaren om de acties uit te voeren. Meer rijst, meer stenen. En hier heb je nog een bouwactie. Maar deze bouwactie is goedkoper. Daar heb je maar 1 ambtenaar voor nodig en 1 samurai op de locatie waar je wil bouwen. In tegenstelling tot deze bouwactie, waarbij je dus 3 mannetjes nodig hebt. 2 ambtenaren en een samurai. Dus is wat goedkoper. Dus dat zijn de verschillende acties die we kunnen doen. We gaan nog even snel kijken naar het naar binnen trekken van grondstoffen. Als je zo'n grondstofactie wil doen, ik heb gekozen voor de grondstofactie om steen te houden, dan moet ik dus zorgen dat ik een samurai heb in een steengroef. Voordat je je actie bekend maakt, mag je altijd gaan verplaatsen. Het verplaatsen kost gewoon geld en elk stapje kost geld. Om steen te halen moet ik naar een steengroeve toe. In dit geval is dat maar 1 stapje, dus dat kost me 1 geld. En daarna bepaalt de hoeveelheid samurais die op dit veld staan, bepaalt hoeveel steen ik krijg. Als we hier naartoe gaan, ik zie dat ik hier in mijn eentje sta. Dat betekent dat ik met 1 samurai 3 stenen kan
oogsten. Zou ik hier met twee samurais staan, dat betekent dat mijn samurai maar twee stenen oogst. Nou ja, en jullie kunnen verder lezen. Betekent ook dat als ik hier zelf met twee samurai sta, dan krijg ik maar twee stenen. Wil ik twee keer oogsten? Ik heb er twee staan, dus ik zou twee keer kunnen... ja, oogsten is niet een goed woord voor stenen, maar vooruit, ik kan twee keer stenen graven. Dan moet ik dus ook twee ambtenaren hebben bij mijn actietegel. En op deze manier kan ik dus twee keer steen halen uit de steengroeven. Ik heb daar een ambtenaar voor nodig en een samurai. Ik kan niet zeggen, ik doe twee ambtenaren en ik laat dezelfde samurai twee keer werken. Dat moeten gewoon steeds verschillende zijn. Nou, dat is de manier waarop je dus aan grondstoffen komt. Dat werkt hetzelfde voor de rijst en dat werkt ook hetzelfde voor het hout. Maar in de eerste fase gaan de spelers dus bepalen wat zij voor acties willen uitvoeren. Houd er rekening mee, aan het einde van elke ronde moet je alle samurais op het bord voorzien van rijst, anders komen ze weer terug en worden ze weer ambtenaren. En dat kost je dus weer een actie om ze in het spel te brengen. Dat kost veel geld, dus daar moet je wel rekening mee houden. Alle spelers doen dit natuurlijk in het geheim. En zodra iedereen klaar is, gaan we naar de tweede fase. En dat is het uitvoeren van de acties. Beginnend met de startspeler legt hij zijn eerste tegel open en gaat hij dus zijn actie uitvoeren. Hij wil steen houden, dus nou, daarvoor moet hij naar een steengroeven. Hij reist er naartoe, dat kost 1 Rio, want het is 1 stapje. Hij staat er alleen, hij mag 1 keer oogsten, 1 ambtenaar, 1 samurai. Dus hij krijgt 3 blokjes steen. Nou, de andere spelers doen hetzelfde. Dan gaan we naar de tweede actie. Dan mag hij gaan bouwen. Eens even kijken, waar kan ik nog leuk... Ja, natuurlijk wil ik in de hoofdstad staan. Wat ik niet heb gezegd, overwinningspunten verzamelen is leuk. Maar als je, als het spel voorbij is, geen huisje hebt in Edo, maakt niet uit hoeveel punten je hebt, heb je sowieso niet gewonnen. Je moet minstens een huisje in Edo hebben om te kunnen winnen. Dus laten we daar maar gelijk mee beginnen. 1. 2, 3 stapjes heb ik nodig om in Edo te komen. Dus ik betaal 3 Rio's. Ik heb 2 mannetjes hier, 1 mannetje in Edo. En ik ga een huisje bouwen. Dat kost mij 2 hout en een steen. En ik plaats hier een huisje. De andere spelers doen ook hun tweede actie. En dan doen we de derde actie. En op die manier voeren wij 1 voor 1 onze acties uit. Om de handelaar te kunnen gebruiken, moet je natuurlijk de handelsactie kiezen. En dan moet je zorgen dat je ofwel naar de handelaar toe reist, maar je mag er ook voor kiezen om de handelaar naar jou toe te bewegen. En dan de actie uit te voeren. Je kijkt naar het huidige handelsfiche. Je mag maar 1 van de 2 acties uitvoeren. Dus je mag ofwel 3 betalen om 1 steen te krijgen. Dat mag je 3 keer doen. Of je mag 7 hout betalen om 1 overwinningspunt te krijgen. Dat mag je maar 1 keer doen. Dan heb je bij deze actie 2 ambtenaren staan en 2 samurais. Dan mag je dus 1 van deze 2 acties 2 keer doen. Je kunt nooit beide acties doen, enkel en alleen met handelaar of met ambtenaren en samurais. De enige manier waarop je beide acties mag doen, is als jij de handelaar naar een stad brengt waar jij met een samurai staat en waarin jij je handelshuis hebt gebouwd. Op dat moment mag jij met 1 ambtenaar en 1 samurai beide acties uitvoeren. Je hoeft het niet te doen, maar dan mag het. Heb je er dan dus 2 ambtenaren staan en 2 samurai in de stad, dan mag je dus de beide acties 2 keer uitvoeren. Alleen dus met een handelshuis. Nou, de overige acties spreken voor zich. Een nieuwe samurai komt hier ergens bij een van die Chinese of Japanse poorten in het spel. Of je kunt het verplaatsen en je kunt grondstoffen pakken. Nou, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Als je een tegel koopt, voeg je hem gewoon toe aan je eigen voorraad, komt er meteen een nieuwe tegel tevoorschijn. Maar zodra alle spelers hun acties hebben uitgevoerd, gaan we naar de derde fase. En dat is de loon- en inkomstenfase. Als eerste moeten wij de samurais die we op het bord hebben voorzien van rijst. Voor elke samurai die je op het bord hebt staan, moet je 1 baal rijst betalen aan de bank. Je mag er ook voor kiezen om het niet te doen. Dan pak je de samurai op en zet je hem weer in je eigen voorraad en wordt het weer een ordinaire ambtenaar. Daarna krijg je inkomsten. Dan gaan we kijken naar de steden waarin jij huisjes hebt staan. En dan gaan we bepalen hoeveel inkomsten je krijgt.
de manier waarop dat werkt. Sta je alleen in een stad, dan kijk je dus naar één speler in de stad. Is in dit geval 6 inkomsten vanuit Edo. Sta je met meerdere mensen in de stad, dan kijk je naar de tweede tabel. 2 mensen, de een krijgt 9, de ander krijgt 5. Nou, wie krijgt 9, wie krijgt 5? Degene die de meeste huisjes heeft, die krijgt 9. In dit geval hebben we ze allebei evenveel huisjes. Dan kijk je vanaf het pijltje welke kleur we als eerste tegenkomen. Blauw. Blauw krijgt 9, rood krijgt 5. En dan gaan we naar deze stad. Wederom 2, dus we kijken 7 om 3. Wie komen we als eerste tegen? Groen. Maar een handelshuis is even wat interessanter dan een gewoon huis. Die heeft voor de meerderheid 2 punten waard. Dus in dit geval staat rood met 2 in de stad en groen maar met 1. Dus dat betekent dat rood 7 inkomsten krijgt en groen maar 3. Zou groen hier nog een huisje bijzetten? Dat betekent dat groen met 2 staat en rood met 2. Dan gaan we weer kijken naar de volgorde en dan betekent dat groen degene is die 7 zou krijgen. Nou, op die manier gaan alle spelers dus inkomsten genereren uit de steden waar zij huisjes hebben staan. Dat geld nemen ze van de bank en dat leggen ze voor zich neer. En dan gaan we naar de laatste fase en dat is het voorbereiden voor de volgende ronde of het einde van het spel. Is er iemand op 12 punten of verder, dan is het het einde van het spel. Maar daar zijn we nog lang niet. En dan gaan we dus de volgende ronde voorbereiden. De huidige handelskaart verdwijnt uit het spel. De toekomstige handelskaart wordt geplaatst en we draaien een nieuwe open om te zien wat er de ronde daarna aankomt. De startspeler wordt met de klok meegegeven aan de volgende speler. En iedere speler pakt al zijn plankaarten weer terug. Om voor de volgende ronde weer een nieuwe planning te kunnen maken. En dan gaan we de volgende ronde weer in. Dan ga ik nog even een paar spelregels uitleggen over de huisjes die je kan bouwen. Een pakhuis mag alleen maar in een stad gebouwd worden waar nog geen pakhuis staat. En die wordt gewoon net zoals een normaal huisje op het eerst volgende beschikbare veld wordt hier gewoon neergezet. En het laatste, dan hebben we deze vestingen. Die vestingen zijn 3 punten waard, maar kleurloos. Dus die geven jou geen meerderheid. Overigens, als je dus een huisje bouwt, zet je 1 punt bij. Bouw je een handelspost, zet je 2 puntjes bij. Dus dat hou je meteen even bij. Een vesting geeft je 3 punten, maar die mag niet zomaar in een stad gebouwd worden. Om een vesting in een stad te bouwen, moet er minstens 2 huisjes in een stad staan. En moet de speler die de vesting bouwt dus ook 1 huisje in zijn kleur in die stad hebben staan. In dit geval staan er 3 huisjes, dus dat betekent dat er 1 vesting gebouwd kan worden. Er moet eerst nog weer een 4e huisje bijgebouwd worden. Dan zijn er weer 2 huisjes, dus er zou hier weer een vesting kunnen komen. Nou ja, voor de rest zien jullie dat er een beperkt aantal vakjes zijn. 10 om precies te zijn, is de stad volgebouwd, dan kan er natuurlijk niet meer bijgebouwd worden. Maar dat nog even over de gebouwen. De rest van de acties zijn vanzelfsprekend. En zodra er een speler is die 12 of meer punten scoort in... En zodra er een speler is die aan het einde van een ronde 12 of meer punten heeft, is het spel voorbij. We voegen daaraan toe de hoeveelheid punten die je nog krijgt uit de samurais die je op het speelveld hebt staan. Elke samurai is 1 punt waard aan het einde van het spel. Die punten zet je bij. Elke 50 Rio die je nog hebt is een punt waard. En degene die uiteindelijk de meeste punten heeft, wordt de winnaar van Edo. Mocht er een gelijkstand zijn, dan wint degene met de meeste grondstoffen, rijst, steen en hout. Mocht er nog steeds een gelijkspel zijn, dan gaan we kijken wie de meeste invloed heeft in Edo zelf. En die wordt dan de winnaar. Maar zo wordt Edo gespeeld. Wat ik in Edo heel erg leuk vind, zijn de relatief eenvoudige acties die je met lastige keuzes confronteren tegenover het inschatten van je medespelers, je tegenstanders. Want je hebt natuurlijk al die heerlijke acties, meer grondstoffen, meer geld, nieuwe tegeltjes, nieuwe ambtenaren, huisjes bouwen, de handelaar verplaatsen, nieuwe samurais in het spel brengen. Maar die leuke acties zitten heel vaak op dezelfde tegel. Dus ja, dan zit je echt zo van ik wil bouwen. Maar ik heb ook steen nodig. Ah ja, dat zit op 1 tegel. Ja, dan moet ik misschien maar voor het steen gaan en dan de dure bouwactie kiezen. Maar ja, die dure bouwactie heeft het hout. Ik heb ook hout nodig. Ah ja, welke kies ik? Dus dat is een heel leuk dilemma. Nou, daarnaast heb je natuurlijk maar 4 samurai, of eigenlijk 4 ambtenaren om die acties uit te voeren.
Maar je kunt natuurlijk meer ambtenaren bijkopen. Maar ja, dat kost je dus ook weer een actie. En daar liggen natuurlijk ook weer hele leuke tegels. Waardoor je soms het dilemma van ik wil steen hebben en ik wil goedkoop bouwen kan oplossen. Maar ja, dan moet je dus wel je actie spenderen weer aan het kopen van zo'n tegel. Dus daar ben je aan de ene kant mee aan het worstelen. En aan de andere kant wil je natuurlijk die grondstoffen van het bord afhalen. Je wil hout hebben, je wil stenen graven, je wil rijst verbouwen. En je wil ook nog eens een keer huisjes bouwen. Dus wanneer je daar naartoe gaat, is ook nog eens een keer cruciaal. Staan er al 3 samurai, kom jij daar met je 4e samurai naar binnen stormen? Dat is heel leuk, dan krijg je er dus helemaal niks uit. Dus dan zul je weer naar een ander veld moeten reizen, wat veel verder weg ligt, kost weer meer geld. Dat zijn dus constant acties en keuzes waar je mee bezig bent. En dat is heel erg leuk gedaan in dit spel. Ze zijn niet moeilijk, maar ze houden je heerlijk zoet. Het is echt zo van, wat ga ik plannen? Waar ga ik mijn strategie op zetten? En wat denk ik dat mijn tegenstanders doen? Is dat veld zometeen vrij als ik aan de beurt ben? Of staat het helemaal vol met schreeuwende samurais? Ja, dat is een beetje gokken en een beetje inschatten. En dat vind ik een heel tof element van dit spel. Verder is het thematisch ook gewoon leuk gedaan. Het is een eenvoudige landkaart, maar die ziet er tof uit. En het is leuk hoe je daar op al die gebouwtjes ziet tevoorschijn komen. Hoe je grondstofjes naar binnen haalt met je samurai, rijstpaaltjes en dan vervolgens je gebouwtjes en handelsposten gaat bouwen. En zo je punten scoort. En dat allemaal een beetje in de Japanse stijl. En dat is tof gedaan. Verder is het spel goed gebalanceerd. Je zult vaak merken dat de spelers uiteindelijk vrij dicht bij elkaar eindigen op het scorespoor. En dat het echt strijden is voor de puntjes. Het zijn maar 12 overwinningspunten om het spel uit te maken. Dat is niet veel, dus dat betekent dat elk punt, daar moet je vol voor gaan. En er zijn verschillende manieren om die punten te krijgen. Ja, en aan jou de keuze om de beste manier te vinden, de meest lucratieve manier. Alles bij elkaar vind ik Edo gewoon een tof worker placement spel. Met toch net weer even wat leuke variaties erin. Die tegels die je dus die lastige keuzes geven van welke optie van de 4 opties op die tegel wil ik gebruiken. En hoe beïnvloedt dat de andere tegels die ik nog heb. Wat doen mijn medespelers? Kan ik daar gebruik van maken? Of zitten ze me gewoon maximaal in de weg? Ja, en als je eenmaal je samurai of je ambtenaren en je tegels hebt geplaatst, ja, dan is daar niks meer aan te veranderen. En zul je moeten handelen met wat je hebt gekregen. Nou, dat alles maakt Edo tot een lekker interactief en leuk spel waarbij je gezond geprikkeld wordt om goed na te denken over je zetten en je gekozen acties. En op die manier probeer je natuurlijk jezelf naar de overwinning te stuwen. En dat alles maakt Edo wat mij betreft gewoon tot een goed spel. En om die reden heb ik het dik 3 sterren gegeven. Spellenzolder.